Hoi en welkom terug op mijn kanaal. In deze video ga ik voornamelijk mijn keuken opruimen, koken en daarna weer mijn keuken opruimen. Want de keuken is echt een plek die moet je 3 keer per dag opruimen, want je eet ook natuurlijk minimaal 3 keer per dag. En ik kan me voorstellen als je kinderen hebt dat je hem dan nog vaker moet opruimen. Maar zoals jullie zien begin ik met de vaatwasser leeghalen. Het was een hele drukke werkdag, dus het was me in de ochtend niet meer gelukt om hem uit te ruimen. Ik was een beetje langer in bed blijven liggen. Dus dan moet ik het na mijn werkdag doen natuurlijk, want anders kan ik hem straks na het eten niet volladen. En ik vind het toch altijd wel fijn als mijn keuken schoon is voordat ik begin met koken. Zeker omdat ons aanrechtblad niet heel groot is. Dus dan ben je sowieso verplicht om op te ruimen voordat je daarop kunt werken. Ik was pannen altijd met de hand af, omdat ik die gewoon niet in de vaatwasser wil zetten. Het is toch dat de anti-aanbaklaag dan sneller slijt. Ook al zegt de fabrikant dat die in de vaatwasser kan. En daarnaast is mijn vaatwasser zo veel minder snel vol, omdat dit soort pannen natuurlijk veel plek in beslag nemen. We eten vandaag vrij simpel, gewoon aardappelen, groenten en een vleesvervanger. Je hoeft echt niet elke dag iets culinairs op de tafel te zetten. Soms vind ik dit gewoon heel erg fijn en makkelijk om te maken. En ik dacht dat is ook wat realistischer dan een 20.000 stappen plan. Even een side note, ik kan absoluut niet goed koken. Ik vind het op zich wel leuk om te doen, maar ja, ik ben er gewoon geen held in, zou ik het daarop laten. De meeste dagen kookt mijn vriend dan ook. Maar het leek me gewoon een leuke afwisseling op alles alleen maar schoonmaken. Dat jullie ook hiernaar kunnen kijken. Dus mochten jullie tips hebben, laat het vooral weten in de reacties, want ik kan ze goed gebruiken. Ik heb overigens de aardappeltjes in de tussentijd klein gezet, omdat ik er toch langer mee bezig was dan ik in eerste instantie had geschat. Anders waren ze dan allemaal aangebrand natuurlijk. Ik vind bosbeen, ertjes en broccoli een van de lekkerste groenten die er zijn. Hebben jullie een favoriete groente? Zo ja, laat het dan zeker weten in de reacties, want ik ben benieuwd welke groente jullie het lekkerst vinden. Voordat ik de worteltjes ga snijden, zet ik alvast het water op, zodat dat kan koken. Dat scheelt gewoon aanzienlijk in de kooktijd straks. Ik kook de bosbeen meestal 10 minuutjes en dan kijk even hoe gaar ze zijn en dan kan ik het per 5 of 3 minuten nog langer laten. Ik probeer wel de stukjes zo gelijk mogelijk te snijden, zodat alles even snel gaar is. En volgens mij is het zelfs het lekkerst om bosbeen te stomen, maar ik heb geen stoompan, dus ik kook ze gewoon. It's all about us. There's magic in your eyes.
Oh ja, ik gooi hier de worteltjes zo in het water, maar het spat natuurlijk, dus ben daar voorzichtig mee, want het water is natuurlijk al aan het koken. En intussen probeer ik altijd zoveel mogelijk al op te ruimen, dus ik ruim eigenlijk op terwijl ik kook. Misschien dat er daardoor wat sneller iets aanbrandt bij mij, maar ja, ik kan gewoon niet stilstaan, dus ik ben niet voor bezig in de tussentijd. En ik moet sowieso, vind ik, nog een beetje aan de inductie wennen. Ik heb natuurlijk altijd op gas gekookt, totdat we een nieuwe keuken kregen. En inductie gaat toch een stuk sneller en je merkt dat niet zo. Met gas hoor je hem echt gaan, zeg maar, en hier is dat heel stil. Dat is heel fijn, maar het kan soms ook lastig zijn om te bepalen van hoe hard je iets moet zetten. Over de nieuwe keuken gesproken, zoals jullie zien is er nog steeds geen achterwand. Maar inmiddels heb ik wel al plinten, dus ja, het wordt langzaam wat beter. Maar ik hoop echt dat het heel snel afgemaakt wordt. Maar ja, mijn vader heeft gewoon super druk en ik wil hem dan ook niet op zijn vrije dag ook nog steeds belasten met de keuken. Hij werkt gewoon prima hoor, dus dat is verder niet erg. Maar dan hebben jullie daar ook gelijk een update van. Ik check de worteltjes door erin te prikken en vaak proef ik hem ook nog even. Deze pannen zijn overigens van BK, die zijn heel handig om af te schudden. Je draait de deksel zodat deze erop blijft zitten. Ik zal hem ook linken in de beschrijving, mocht je ook naar zoiets op zoek zijn. En verder zet ik de groenten meestal op tafel en de rest verdeel ik al over de borden. En we proberen zo vaak mogelijk wel gewoon aan tafel te eten en niet voor de tv. Normaal gesproken is bij ons de regel, wie kookt hoeft niet op te ruimen. Maar ja, aangezien ik toch met deze video bezig was, heb ik het deze dag beide gedaan. Een tip daarna is ook om na het eten niet op de bank te ploffen, want ja, mijn eigen ervaring kom ik er niet meer echt vanaf. Maar ik pak dan gelijk door, dus dan zorg ik eerst dat alles weer opgeruimd is en dan kan ik lekker op de bank gaan chillen. Ik betrap me er vaak genoeg op dat ik toch even op de bank ga zitten en ja, voor ik het weet ben ik weer een uur verder. Dus mocht je daar ook last van hebben, probeer eens om gewoon meteen door te gaan. En jezelf daarna te belonen met lekker op de bank. Ook hierbij was ik een aantal dingen met de hand af en dat zijn die houten lepels, want die kunnen ook niet zo heel goed in de vaatwasser. Die nemen namelijk heel veel water op en dan splijten ze sneller. Soms vergeet ik het en gooi ik ze ook even erbij, maar ik probeer ze zo vaak mogelijk wel met de hand af te wassen. Hetzelfde geldt voor koksmessen en uiteraard ook gewoon de pannen. Ik zal nog een keer een aparte video maken over de vaatwasser met daarin wat tips, dus die mogen jullie de komende tijd ook verwachten op mijn kanaal. Daarnaast ben ik op dit moment een tapijt- en bankreiniger aan het testen voor jullie. En zal ik binnenkort ook de video opnemen van mijn favoriete schoonmaakapparaten. Dus niet zozeer producten, maar apparaten. En voor de wasmiddelen video ben ik nog wat meer onderzoek aan doen. Ik ben laatst op wasparfum gestuurd, maar ik moet nog even kijken hoe ecologisch dat is en of dat goed werkt. Dus dat zal nog wat langer duren, want ik wil het wel goed voor jullie uittesten. Maar dan hebben jullie in ieder geval een beetje een idee welke video's jullie nog mogen verwachten. Hours from dawn as I'm driving at night, waiting to get somewhere. What can go wrong?
Ik heb laatst ook een aparte video gemaakt over de kookplaat schoonmaken. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, zal ik hem even linken in het i'tje hierboven. Ik doe het nu ook nog even in deze video, want het was echt wel nodig. En ik denk dat jullie het vast niet erg vinden om wat extra motivatie te krijgen. When I'm this far away from home, won't you tell me something good? Won't you tell me something good? As I think of you and I, there's too much gonna pass. En meestal als ik bezig ben, dan heb ik ook zin om wat anders te doen. Dus ja, opstarten is bij mij het moeilijkst. Dus ik dacht, ik doe ook gelijk even de wasbak erachteraan. En dat doe ik altijd met baking soda en wat afwasmiddel. Maar de meeste van jullie hebben dat al vaker gezien natuurlijk. Maar hiermee krijg ik hem weer helemaal schoon en glanzend. Seem to know just where they're heading, while you and I just feel like we're pretending. I can't do it on my own. Ik vind het in de avond altijd lekker om een druppeltje essentiële olie in de afwasbak te laten vallen, want hierdoor ruikt je keuken altijd extra lekker en fris. En als laatste hang ik ook nog even een schone handdoek op. Ik doe dat altijd in de avond op een vast moment, zodat er elke ochtend weer een schone handdoek hangt. En omdat het dit weekend sowieso heel lekker weer wordt, dacht ik dat het ook wel tijd werd om de lampjes af te pakken. Er hing ook nog een serpentine van carnaval die ik nog even afpakte. En dan haal ik de lampjes weg. En ik bind die altijd bij elkaar met een elastiek, zodat ze niet in de knoop gaan zitten. Je kunt ze ook om karton heen wikkelen of iets dergelijks. Maar dit systeem werkt voor mij eigenlijk prima bij deze lampjes. Wat ik nog even bij eentje wilde laten zien, is dat die plakkertjes heel makkelijk ook weer te verwijderen zijn. Je trekt dit plakkertje naar beneden en dan komt het los. En het laat ook geen lijmresten achter. Het was nu wat lastig te laten zien met de belichting, maar ik vind ze echt ideaal. Ik had tijdens mijn lunchpauze al gestofzuigd, dus dat hoefde ik niet meer te doen. En mijn hele woonkamer en keuken is weer mooi opgeruimd en schoon. Ik hoop dat ik jullie veel motivatie heb kunnen geven. Abonneer je op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Ik wil jullie er nog op wijzen dat vanaf 3 maart weer woensdagvideo's online gaan komen. Maar tot die tijd blijf ik sowieso op zaterdag uploaden. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!